Dit zijn de 5 duurste landen om op vakantie te gaan. In hoeveel landen ben jij al geweest? 5. Denemarken. Nu snap ik waarom Lego zo duur is. 4. Japan. Ik sliep daar letterlijk in een doodskist met 40 mensen op één kamer voor 70 euro per nacht. 3. IJsland. Het enige wat we daar konden betalen was elke avond een zakje van die opwarmnoedels. 2. Noorwegen. In Oslo sliep ik in een huisje dat had niet eens stromend water. 1. Zwitserland. Een biertje bestellen op de piste? Dat is dan 34 euro alsjeblieft.